Ja. Dat is deze. Nee, dat is vanwege de inscriptie die erop staat. Hè. Is heel duidelijk te lezen: Hispani. Nou, dat is natuurlijk een soldatennaampje voor een recruit die afkomstig moet zijn geweest uit Spanje, Tiberisch Schiereiland. Hispanus zal die hebben geheten. We denken dat dit een offergave is, omdat deze kruik kapot is gemaakt. Hier zit heel duidelijk een ronde doorboring. En dat is typisch wat gedaan werd bij offerhandelingen. Dan maak je een voorwerp dood, dan bewoor je het. Ja, dit is ook een heel bijzonder stuk. Het is onooglijk, maar het is de bovenkant van een amfoor. En er zijn hier verfresten bewaard. Heel flauw, maar bewaard van inkt. En daar is onder andere te lezen het woord pomp. En dat verwijst naar Pompeji. In deze amfoor heeft vissaus gezeten, afkomstig uit Pompeji. Dus dat creëert een hele bijzondere link tussen deze uithoek van het Romeinse Rijk en het legendarische Pompeji in 79 na Christus bedolven onder de vulkaan de Vesuvius. Maar goed, de ster van het programma van vandaag is eigenlijk deze pijl. Compleet bewaard, inclusief de schacht. Taps toelopend aan het eind. Helemaal compleet. Het is de enige complete ballistapijl die we op dit moment op aarde hebben. Nou, het is natuurlijk te danken aan de bijzondere condities van de Nederlandse kleibodem, ondergrondwater, dat hout bewaard blijft. Dit is ook een blikvanger natuurlijk. Een set paardentuig, of eigenlijk twee sets paardentuig, bestaande uit telkens een beugel die over de neus heen gaat van het paard en onder de kin door, om dat onrustige geklepper met die mond in bedwang te houden. En daarbij hoort dan telkens een zogenaamd kandarebit. Dat ligt hieronder. En het belangrijkste bestanddeel daarvan, dat is eigenlijk deze beugel. Die rust op de tong van het paard en door aan deze uiteinden te trekken met teugels, kan je dus de tong van het paard manipuleren. Dus die Romeinse cavaleriepaarden die hadden nogal wat metaal om hun snuit. Dus zo'n kaptang, zo'n muilkorf zal ik maar zeggen, zo'n kandarenbit en dan het eigenlijke bit waarmee je links rechts dat paard kon aansturen. Hoe komt de een en ander in de rivier terecht? Nou, dat is verschillend. Kijk, die pijlen die zullen zijn afgeschoten gewoon. De fuik die we hebben gepresenteerd, die is gewoon op de rivieroever geplaatst. Maar met name deze hoek hier, daar zitten wat spullen tussen waarvan we dus vermoeden dat ze in het kader van offerhandelingen in de rivier terecht zijn gekomen. Die kruik met die opzettelijke doorboring, maar ook dit samenstel van Romeinse kledingspelden, munten, vingeringen en kleine stukjes legeruitrusting. Dit zijn onderdelen van bepantsering en militaire gordels. Ja, dat kennen we heel goed, dit soort spul van offerplaatsen uit de Romeinse tijd. Velzen broek bij Velzen is zo'n voorbeeld waar precies dit soort vondscombinaties tevoorschijn zijn gekomen. En we weten van rivieren dat waren plekken waar men offerde. Als je iets in het water gooide, ja, dan droeg je iets eigenlijk via het wateroppervlak over aan een andere wereld, aan de goden. Dus we denken dat dit kleine persoonlijke offerandes zijn die door Romeinse soldaten aan de overkant van de rivier zijn gebracht. Waaronder dus door Hispanus, die vermoedelijk deze kruik heeft gewijd aan, ja, weten we niet. We weten niet welke goden precies werden vereerd door al die soldaten die uit alle hoeken van het Romeinse Rijk hier terecht zijn gekomen.